Veel kinderen krijgen geen woord uit hun ouders over de oorlog. Jij kon daar tenminste met je moeder nog over praten. Je bent veel aan de weet gekomen. Zeker, ook omdat mijn moeder op latere leeftijd nog over haar oorlogsherinneringen heeft geschreven. Ze heeft het eigenlijk op schrift gesteld en is later ook uitgegeven na haar dood. En mijn moeder, anders dan mijn vader, was bereid te praten. Ik denk dat ze allebei heel veel geheimen in hun graf hebben meegenomen. Toch wel? Ja, zeker. Ja, maar een deel hebben ze wel verteld. Mijn moeder heeft een deel aan mij verteld, ja. Jij kreeg deze tegemoetkoming van de NS samen met je eigenlijk zus. Mijn moeder. Oh, je moeder eigenlijk. Maar omdat ze niet meer leeft, is het dan mij is het dan aan de volgende generatie. Je had daar hele leuke dingen van kunnen gaan doen. Restaurants bezoeken, feestjes vieren, weet ik veel wat. Maar je besloot om een prijs in te stellen. Waarom heb je dat gedaan? En waarom krijgt de vrouw naast jou, Gida Jozef, hem? Ja, ik vond het eigenlijk ongepast de prijs te weigeren. De tegemoetkoming te weigeren. En ik vond het ook ongepast om met dat geld iets leuks te doen. Dus ik dacht, als ik dat geld aanneem, wil ik dat op een waardige manier, wil ik er iets mee doen, ook om mijn ouders te eren en om de herinnering eigenlijk aan de jodenvervolging, aan de Holocaust, levend te houden. Want ik denk dat, ondanks dat heel veel mensen zeggen, we weten het nu wel, dat heel veel dingen nog niet bekend zijn. En toen heb ik Job Cohen, die we ook net zagen in het filmpje. Ja, die heeft voor dat NS-rapport gezorgd. Ja, hè? Ja, hij zat in de commissie die door de NS aangesteld is. Die zat ook in de jury van deze prijs, samen met NRC-redacteur Toef Jeger. We hebben ongeveer 60 boeken en manuscripten bekeken. En we waren het eigenlijk met z'n vieren eens dat het boek van Gida Jozef, De Rode Draad, om... Nou, ik zal zo'n stukje voorlezen uit het juryrapport. Mag ik dat even doen? Ja, ik heb wel laten even zien. Dit is het boek, De Rode Draad. Ja. Dus dit is, wat stond er in de jury? Nou ja, dit is een heel klein citaatje, want we hebben weinig tijd. Maar er stond onder andere in: niet eerder zag de jury zo'n geslaagde en met zoveel liefde bijeengespokkelde melange van memoires, stripverhaal, familiegeschiedenis met foto's en historisch overzicht van het leven van één specifieke overlevende van de Holocaust in één. Ik wil er nog aan toevoegen wat mij ook persoonlijk heel erg raakte. En wat ik zo mooi vind, is dat er ook ontzettend veel humor in zit. Ja. Dus als ik dat zo mag zeggen. En heel veel tekeningen. Zeg, waar je het niet mee eens bent. Hè? Nee, je bent helemaal mee eens. Ongelukkig. Ja. Dat, ook met het juryrapport. Absoluut, ja. Ja. Maar het is ook niet alleen tekst, hè? Er zit heel veel tekeningen in. Precies, dat is die unieke, wat mij betreft, zoals ik dat nog niet heb gezien. Natuurlijk, er zijn wel stripverhalen en graphic novel bestaat over de jodenvervolging. Maar deze melange, samen ook met de herinneringen van je vader, die jouw vader heeft geschreven, die verwerkt in het boek, dat maakt echt tot een uniek boek en met hoge literaire kwaliteit. En daarom bekronen we het. En de prijs bestaat uit 1000 euro. Want we willen de prijs nog een paar en een etentje als Gida dat wil. Ja, dan met Job Cohen, Toef en mij. Ja. Dus dat is de... Ja. Bij deze. Hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel. Het boek vertelt het verhaal van een kind dat opgroeit met ouders die getekend zijn door de oorlog. En in het boek hebt u het over een wurgende liefde. Wat betekent dat? Wurgend liefde, omdat mijn vader en ik ontzettend blij was dat hij nog leefde, dat hij een vrouw had en dat hij een kind had. En wurgend, omdat er denk ik altijd spanning was en altijd van alles kon ontploffen. Dat we altijd moesten kijken, hoe kwam mijn vader thuis? Had hij een goede bui, had hij een slechte bui? Was die, er kon gewoon altijd van alles gebeuren. En dat maakte dat je op eieren ging lopen. En dat was zijn oorlogstrauma die dat maakte dat hij zo onberekenbaar was. Hij was ziek, hij was gepijnigd. Het was een kapotte ziel, een kapot mens. Ja, dat kun je.